Zometeen schuift Trudy Vos aan om verder te praten over dit belangrijke onderwerp. Maar eerst gaan we kijken naar wat vooroordelen over mbo'ers. Je kunt wel zien dat ze mbo'ers zijn. Ja, in een joggingbroek naar school. Zitten er in echt gewoon groepjes. Gewoon iemand die niet echt gemotiveerd is. Ja, we dachten net dat het mbo'ers waren, maar dat weten we natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet zeker. Geen huiswerk. Maar dat kwam gewoon vooral omdat ze er wat jonger uitzagen. Niet naar school komen. Voor de rest, dat is ook een aanname, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Veel spijbelen. Ja. Ik denk dat een typische hbo'er sowieso een stuk meer theoretisch als mbo. En denkt hij beter na voordat hij iets doet. En daarmee echt wat meer, een stukje wat meer met zijn toekomst bezig is. Dat is in mijn omgang met hbo'ers en mbo'ers, zeg maar, het ding wat ik tegenkom. Ik denk dat dat wel goed een hbo'er omschrijft. Heel veel mbo'ers kiezen er natuurlijk wel voor om daarna nog een hbo te gaan doen. Dus dan komen ze wel tot inzicht dat als je een hbo hebt gedaan uiteindelijk, dat je iets meer kan, denk ik, op de markt. Ja, Trudy Vos, fijn dat je mee wil praten over dit onderwerp. Jij bent, als ik het goed zeg, voorzitter van het college van bestuur van het ROC. Ja, klopt. Super, nou ja, voor de mensen in de zaal, ze is de baas dus. In ieder geval de perfecte persoon om hierover door te praten. Ja. We hebben net een video gezien, wat is jouw reactie op deze beelden? Ja, nou, ik werd er niet direct helemaal blij van. Vertel. Nou, ik vind dat Emma het net heel mooi neerzetten van hoe belangrijk het is, het middelbaar beroepsonderwijs, praktijk en theorieën combineren. Wij zien op dit moment ook steeds meer jongeren vanuit de HAVO en soms ook vanuit het VWO naar ons toe komen, omdat ze zeggen van ja, ik heb geen zin om heel de tijd in mijn hoofd te zitten met de studie. Maar ik wil graag ook praktijk en theorieën kunnen combineren in mijn studie. Dus al praktisch doend lerend en al lerend wetend wat je praktisch beter kunt doen. En dat is denk ik het mooie van het middelbaar beroepsonderwijs. En het is denk ik niet meer zo dat je met een hbo-opleiding, wat net gezegd werd, beslist beter af bent. Het is wel zo dat heel veel jongeren die niveau 4 hebben gedaan, dat zij doorgaan naar het hbo. Hè? Net zoals Emma, die is naar niveau 5 gegaan. Oh, daar zit je. Voor AD-traject, dat komt ook steeds meer. Dat doen heel veel jongeren met een niveau 4 opleiding, maar dat hoeft natuurlijk niet. Er is werk zat. En we weten nu al dat met sommige beroepen verdien je als startsalaris echt meer als mbo'er dan als hbo'er. Ja. Ik heb wel een mooi voorbeeld eigenlijk. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ja, ik was net na de zomer, afgelopen zomer, was ik bij het bezoek van de minister, Robert Dijkgraaf. Dat is trouwens een ongelooflijk fantastische pleitbezorger voor het mbo natuurlijk. Die was bij Saxion bezoek bij de PABO. En wat je zag, dat was de eerste week dat de PABO startte. En wat je zag is dat er heel veel mbo'ers zaten, hè, die net een diploma hadden gehaald van niveau 4. En die wisten precies wat ze wilden gaan leren op het hbo. Maar diegenen die van de HAVO afkwamen, hadden geen idee. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat op het mbo leer je zoveel en je bent zo verbonden met die praktijk. Hè, met al die leerbedrijven, stagebedrijven. Nou ja, je hebt zelf die ervaring natuurlijk nu ook, hè, als stagiair hier zo. Ja. En dat is echt een prachtige vorm van onderwijs waar je ook veel mee kunt. Ja. Ja. Maar toch komen mensen aan met zo'n aanname van het mbo. Waar komt dat dan vandaan? Nou, ik denk dat wij afgelopen decennia te veel bezig zijn geweest met het omhoog duwen, zeg maar. Niet omhoog, we moeten een hoge laag niet meer doen, hè. Dat heeft Emma ook helemaal gelijk in. Maar wel het duwen richting academisch, theoretisch onderwijs. Daarbij onszelf te weinig realiserend wat dat betekent voor de arbeidsmarkt. Want op dit moment op de arbeidsmarkt is een groot tekort aan mensen die goede vakmensen. Is een groot tekort aan. En ik denk dat we dat ons te weinig gerealiseerd hebben. We hebben ook een beetje neergezet van ja, hè, bij het advies op de basisschool willen we toch wel heel graag ouders, omgeving, hè, dat jongeren, dat kinderen een HAVO of VWO-advies krijgen. Het VMBO heeft een tijd lang ook best wel wat negatieve connotatie gehad. Maar het VMBO gaat steeds beter. En het komt nu ook uit onderzoek dat jongeren op het VMBO eigenlijk gelukkiger zijn, gemiddeld gesproken, waar komt dan dat op door? De HAVO en het VWO. Ze ervaren wat minder druk. Ze vinden het heel plezierig om praktijk en theorie te combineren. Dat zijn de twee redenen.
wat ik van begrepen heb. Ja. Wat doen termen zoals hoog en laag opgeleid dan met mbo'ers, als je het op die manier verwoordt? Ja, dat is gewoon niet terecht natuurlijk, deze termen. En dat heeft Robbe Dijkgraaf, de minister, onze huidige demissionaire minister, heeft er ook voor gezorgd dat die termen niet meer gebruikt mogen worden bij geen enkel departement. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat die termen weg zijn in de samenleving. Dat duurt best lang natuurlijk, hè? Maar zou liever hebben dat je het hebt over beroepsopgeleide en over academisch opgeleide. Dat geeft mooi het verschil weer. En waarom dan die termen? Nou, omdat dat aangeeft, beroepsopgeleide, dat je goed theorie in de praktijk kunt brengen en andersom. Dat is denk ik de mooie wisselwerking. Ja. Ja, gewoon mensen die heel handig zijn. Is het terecht om ergens onderscheid te maken tussen de twee? Het is een andere vorm van jezelf ontwikkelen. En ik denk dat beide nodig zijn. Je hebt mensen nodig. Je hebt academici nodig die hele slimme oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld met de grote opgaven waar we voor staan. Hè? Klimaat er is natuurlijk van alles nodig in de samenleving. Waar je goed over na moet denken. Ik denk dat dat uitstekend gebeurt bij zoiets als de universiteit hier. Maar je kunt ook niet zonder mbo'ers die vervolgens de dingen gaan maken. Dus je hebt beide nodig. En beide zijn even belangrijk. Een mooie samenwerking dus. Ja. Wat doet het ROC om zulke aannames tegen te gaan en om een waar beeld van het mbo neer te zetten? Nou, waar ik niet voor voel is om nou echt een Calimero-achtige, want dat is helemaal niet nodig. We kunnen gewoon trots zijn. Ik bedoel, je zag het net, hè? Je kijkt naar jouzelf. Ik kijk naar hoe Emma daar zat. Nou, ik zag ook wat mensen die hun vinger opstaken hier. Ja, er zijn heel wat mbo'ers aanwezig vanavond. Ja, wees gewoon een trotse mbo'er. Wees trots op wie je bent en wat je kunt. En dus dat is voor mij. Kijk, we kunnen het van de daken gaan schreeuwen, maar veel belangrijker is dat we het laten zien. Dat past ook meer bij Twente. Weet je, als je een cadeautje uitpakt en er zit niks in, dat valt zo altijd een beetje tegen. Dus ik heb liever dat we zorgen dat de inhoud goed is. Zorgen dat we uitstekend onderwijs verzorgen, wat past bij onze regio. En daar zetten we ons iedere dag vanuit het ROC natuurlijk heel erg graag voor in. Misschien is het wel leuk om ook even in te zoomen op Twente. Hoe doen we het eigenlijk op Twente in het mbo? Als we het vergelijken met de rest van het land. Nou, mogen we best hartstikke trots op zijn. Wij hoeven daar echt geen enkele scrupule te hebben. We mogen trots zijn dat we op ROC van Twente opgeleid zijn. Dan wel dat we daar nu een opleiding genieten. Want landelijk doen wij het heel goed. We zijn een van de grotere ROC's in Nederland. En er wordt echt wel altijd gekeken naar ons. Van, goh, wat als er iets nieuws ontwikkeld moet worden, dan wordt er gevraagd, goh, wat vindt ROC van Twente daarvan? Dus wij doen aardig mee op landelijk niveau. Ja. Ja, wat gaaf. Ja, is echt gaaf. Komt ook wel een beetje omdat wij natuurlijk wel echt een mbo-regio zijn. Wat houdt dat in een mbo-regio? Nou, er zijn natuurlijk veel wat kleinere bedrijven. Midden- en kleinbedrijf, maakbedrijven, familiebedrijven. Ja, daar werken gewoon heel veel mbo'ers. Dus wij passen in die zin heel goed bij deze regio. En de rest van het land? Zou je zeggen, er zijn meer mbo-regio's? Of is dat echt Twente is waar je moet zijn? Nou, tuurlijk vind ik dat je Twente, daar moet je wezen. Zou gek zijn als ik dat niet. Ik vind Twente behoorlijk uniek, moet ik zeggen. Maar er zijn ook andere regio's die doen het ook hartstikke goed. Als je kijkt bijvoorbeeld wat er in Zwolle gebeurt, of wat er in Friesland gebeurt, of Groningen. Ja, dat zijn ook mooie regio's. Wij werken nou wat meer samen met het Graafschapcollege in de Achterhoek. Ook een prachtige, prachtige instelling. En wij hebben ook als doel samen met Graafschapcollege te kijken hoe wij, zeg maar, die arbeidsmarkt en die regio's nog verder kunnen versterken door de krachten wat meer te bundelen bij een aantal opleidingen. Ja. Is er een vraag voor Trudy vanuit het publiek over dit onderwerp? Hier, meneer. Roos, zou jij die kant op willen lopen? Ja, ik wil in ieder geval als eerste even jullie complimenteren met jullie communicatieve vaardigheden. Zij en jij, geweldig. Ik bedoel, dat pleit voor mbo'ers. Hè? Ik denk, dat kunnen ze ook. Maar laatst stond er een artikel in de krant en volgens mij kwam dat van uw hand, dat een heleboel mbo'ers, al voordat ze de opleiding afronden, een beetje weggekaapt worden door de bedrijven. Ja, dat zegt toch alles?
Ja. Ik bedoel, ja. Ik ben zelf nog docent MBO op dit moment in mijn pensioen, maar ik doe het met heel veel plezier. Oh, maar je ziet dat een heleboel leerlingen eerder weggekaapt worden. En dan zegt toch dat ze gewild zijn, hè? Ja, zeker, zeker. Toch vind ik dat we daar een beetje mee moeten oppassen. Want een diploma halen is hartstikke belangrijk. Echt heel erg belangrijk. Met een diploma op zak heb je 7 keer meer kans op een zelfredzaam leven. Dus een diploma halen is heel belangrijk. En dat moet het bedrijfsleven zich ook realiseren. En er is op dit moment een enorme druk en vraag. Ja, en het geld lonkt dan natuurlijk ook wel eens. En als dat diploma maar gehaald wordt, dat is super, super belangrijk. En kijk ook goed, hè, ook jullie allemaal, als je dat diploma hebt, kijk wat je wil gaan doen. Want je kunt natuurlijk meteen doorgaan aan het werk, maar je moet nog best wel lang werken. Dus kijk van, ben ik uitgeleerd of ga ik een tijdje werken? Ga ik dan weer een opleiding doen bijvoorbeeld? Alles is mogelijk. In die zin zijn jullie zelf aan zet. Want de vraag is zo groot, je kunt echt voor jezelf je plan gaan uitstippelen. En het bedrijfsleven zal zich meer voegen naar jouw wensen dan andersom. Let op. Een belangrijke periode breekt aan. Ja, het MBO wordt vaak ook gebruikt als doorgroeimogelijkheid. Zeker. Mensen die dan verder willen naar het HBO. Zeker, zeker. Nou ja, we hebben 4 niveaus hè, bij het. De meeste studenten zitten in niveau 4. In het niveau 4 en daarmee kun je doorstromen naar het HBO. Maar we hebben ook nog de entree. Dat is voor jongeren die nog nooit een diploma hebben gehaald. Hè, om een soort opstapje te krijgen richting niveau 2. Want niveau 2, dan heb je een startkwalificatie. En dan kun je nog door naar niveau 3 en niveau 4. En sommigen maken de overstap van niveau 2 naar niveau 4 bijvoorbeeld. Dat kan ook. In die zin is er heel veel mogelijk binnen het MBO. En je kunt dat beroepsopleidend doen. Hè, 4 dagen school, 1 dag stage. En je kunt beroepsbegeleidend doen. Dat is hard werken. Realiseer je waar je aan begint als je BBL gaat doen. Dat is 1 dag school, want dat is een lange dag school. En 4 dagen werken. Dan wordt de route naar het HBO wel moeilijker. Dus dat moet je aan de voorkant goed realiseren welke stap je dan zet. Ja. Waar ligt de toekomst van het MBO en specifiek het ROC? Nou, wij de toekomst. Kijk, ROC van Twente, ik ben heel trots op dat woordje van. Dat wij van en voor Twente het regionaal opleidingscentrum zijn. En niet alleen voor jongeren, zoals jullie. Maar ook voor mensen die willen inburgeren. Of die denken, oh, ik heb toch wat meer taalonderwijs nodig. Of wat meer digitale vaardigheden nodig. Of bij een omscholen als je al aan het werk bent. Dingen veranderen heel snel. Dus wij hopen dat we echt de beroepsopleider van en voor Twente zijn en blijven. En dat kunnen wij nog beter doen. Dus daar hebben we nog stappen in te zetten. Ja. Het MBO voor iedereen dus. Ja, zeker. Dankjewel Trudy voor je mooie verhaal. Applaus dames en heren. Graag gedaan.